guys, ik ben Jennifer. Ik ben 20 jaar oud en ik ben weer begonnen met mijn YouTube kanaal. Misschien kennen jullie me wel, want ik heb namelijk 4 tot 5 jaar geleden ben ik begonnen met een YouTube kanaal. Die video's zijn er niet meer op. Ik heb ze privé gezet, want ja, het was al zo lang geleden. Maar het begon toch een beetje te kriebelen. Dus ik dacht, ik probeer het gewoon weer. Ik zet gewoon een video online. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Abonneer alvast als jullie meer video's willen zien. Ik wil niet beloven hoe vaak ik een video nu op het begin al zal gaan maken. Maar ik zal proberen om het 1 keer in de week of zo een video online te zetten. Ik zal nu ook geen vaste uploadtijden of dagen met jullie afspreken. Want ik weet gewoon, ik wil gewoon zelf eerst kijken of ik het nog wel zo leuk vind als vroeger. Ik ben wel een klein beetje zenuwachtig. Omdat ik het gewoon al zo lang niet meer heb gedaan. En het is echt weer even wennen om tegen een camera te praten. Maar zoals jullie aan de titel wel konden zien, heb ik voor jullie een Shein vlog. Ik heb ook 1 pakketje van AliExpress. Daar heb ik 1 dingetje besteld. Dus dat zal ik er ook gewoon gelijk bij laten zien. Maar ik heb best wel wat besteld. Het lijkt niet zoveel, maar ik heb bij Shein denk ik een stuk of 7 items of zo besteld. En ik zal ook beneden in de beschrijving alle linkjes van alle producten en de maatschappij toevoegen. Ik zal daarbij ook dus try-on beelden voor jullie toevoegen. Dus ergens in de video zullen jullie die voorbij zien komen. Dus dan zien jullie ook hoe het past. Dus ja, laten we beginnen. Nou, ik ga als eerst beginnen met alle Shein producten. Ik heb het al opengemaakt om even te kijken of alles erin zat. En ik zal gelijk beginnen met mijn favoriete item. Dat is deze straight leg jeans. Zoals de naam het al zegt, hij heeft rechte pijpen, dus niet slim fit. Het zit een beetje als een mom jeans en hij zit echt zo mooi. Het is echt een super goede aankoop. Ik zal even op mijn telefoon kijken hoeveel deze kost en welke maat ik heb besteld. Deze broek is 21 euro, maar ik heb er 15,27 euro voor betaald omdat er een kortingscode was op de site. En ik heb hem besteld in een maat S. Ik heb er niet heel veel meer over te vertellen. Het is gewoon echt een super chille broek. Hij zit echt vet mooi. Ik draag dan vooral met Jordans onder, dan valt hij echt zo net mooi eroverheen. Jullie zullen de beelden hier ergens voorbij zien komen. Dus ja, ik ben echt super blij met deze broek. Dan daarna heb ik dit bruine topje. Ik moet even kijken hoe die zit. Even kijken of jullie het goed zien. Het is een, ja, een bruine top. Echt best wel stretch stofje. Het is niet echt katoen, maar gewoon echt zo'n stretchy stof dus. Met aan de achterkant een heel leuk detail. Er zit namelijk hier zo'n band. Ik weet niet of het kan zien. Je hebt dus een mini open ruggetje. Het is ook een soort koptopvorm. Je zal het beter zien bij de aanbeelden. Maar volgens mij was deze ook vet goedkoop. En ik heb deze in een maat 36. Weer een S. Ik zal even kijken hoeveel die kost. En deze was 9,99. Als volgt heb ik deze mesh top. En het is een soort van kort mesh top in een marble print. En het is een beetje, ja, hij heeft een beetje zalm, bruin, soms een beetje zelfs blauwe kleuren. Maar ik vond het wel juist een gave combinatie. Ook even wat drukker. Ik heb altijd hele basic witte, zwarte, grijze items. Dus dit vond ik heel leuk. En volgens mij was het ook in de maat 36 en zelfs 4 of 5 euro. Maar volgens mij heb ik trouwens ook bijna alles in de maat 36 gekocht. Maar ik zet het dus in de beschrijving erbij. Maar voor daarbij heb ik dus een bralet gekocht. Want ik had geen bralet. Dat, ja, is gewoon, als je een hele hoge top aan hebt, dan lijkt dit eigenlijk gewoon een soort crop top. Maar hij is zwart en ook in de maat S. Maar daarbij heb ik dus deze ook gekregen. In deze kleur. Ik wist niet eens dat ik die erbij zou krijgen. Maar blijkbaar had ik er dus gewoon 2 besteld. Het was gewoon een soort 2-pack. En de mesh top was inderdaad 5 euro, maar met een korting 4,25. En de bralets waren, oh, ik heb die in de maat M besteld. En deze zijn 8 euro, maar dan krijg je er wel 2. Dan heb ik weer een broek, maar dit is een satijnen broek. En ik wilde dus heel graag een satijnen broek, want dat had ik nog niet. Ik weet niet of je de stof goed kan zien op beeld. Maar hij heeft hier een soort van band. En deze zit zo mooi om de taille heen. Het is niet normaal. Je kan het waarschijnlijk beter zien op de aanbeelden. Maar hij zit echt perfect om de taille. Hij heeft ook een ritsje, dus hij sluit echt heel mooi aan. En aan de andere kant valt hij een beetje los. Maar ik dacht dus, misschien gaat dit heel erg doorschijnen. En niet gewoon, misschien komt het gewoon echt totaal niet mooi binnen. Gewoon slechte kwaliteit. Maar het heeft me echt verbaasd. Het zit echt super goed. Hij staat heel mooi aan op mijn heupen en dan bij mijn voeten gewoon losjes. Dus daar ben ik ook super blij mee. En deze heb ik ook in de maat 36 besteld. En die broek was by the way 13 euro. Oprecht ben ik wel echt heel blij met deze inbestelling. Want meestal zit er wel 1 dingetje of zo tussen waarvan ik denk, nee, de kwaliteit is niet zo goed. Of toch niet wat ik verwacht had. Maar oprecht vind ik alles zo leuk wat nu is binnengekomen. En dat voor die prijs.
Zoals deze top bijvoorbeeld. Deze is ook echt top gewoon. Deze top is gewoon top. Het is een soort van scoop. Ja, het heet een scuba top. Want hij heeft hier dan zo'n rits. En het is gewoon echt dikke materiaal. Ik had verwacht dat het heel dun zou zijn. Maar toen ik het pakketje ook opende, dacht ik, wat is het nou? Wat heb ik besteld? Maar het is dus deze top. Dit is ook in de maat 36. En deze top was 14,99, maar met de korting 12,75. Als één na laatste item van Shein heb ik nog deze zwarte cropped hoodie. Ik heb namelijk, een maand geleden of zo bij Zara een beige two-piece set gekocht. Met een beige hoodie en een beige joggingsbroek. Maar ik gebruikte zo vaak die beige hoodie omdat ik gewoon zo mooi vond dat hij aansloot als ik een high-waisted broek aan had. Dus ik wil gewoon graag ook een zwarte cropped hoodie. Dit is wel ietsjes dunner materiaal dan die hoodie die ik bijvoorbeeld van Zara heb. Maar ik vind het nog steeds heel mooi. Hij schijnt niet door. En hij heeft dus een band hieronder. Dus dan zit hij gewoon mooi bij je navel gewoon strak. Maar heb je toch een hoodie. En deze hoodie was 9,35 euro en ook in de maat S. En dan het laatste item van mijn Shein bestelling. En dit is geen kleding. Ik heb namelijk ook een paar oorbellen besteld op Shein. Want ik had dus van die hele grote gouden oorbellen ook. Maar ik was er eentje kwijtgeraakt. Dus ik wilde kijken of dit misschien ook iets was. En het is... Ik zal het er even uithalen. Zo zien ze eruit. Het is... eigenlijk aan één oorbel zitten drie verschillende hoops. Maar ik denk dus dat ze wel heel vet zullen zijn. En ze zien er ook niet heel neppig uit ofzo. Want ik was bang dat ze misschien heel goudgeel zullen zijn. Maar het valt wel mee. Dus ik ben heel benieuwd of dit leuk staat en of ze niet iets te groot zijn misschien. Maar dat zullen jullie nu ergens hier in beeld zien. En ik zie nu dat die oorbellen 1,39 euro kosten. Dus dat is ook geen geld. Dus dat is gewoon het proberen waard. Dat was dus de inbestelling. Maar ik heb hier dus één pakketje van AliExpress. Dit pakketje heb ik dus nog niet geopend. En wat ik dus heb besteld bij AliExpress was een sport legging set met een top. En deze heb ik in een maat S besteld. Ik weet alleen niet meer hoeveel ik betaald. Ik denk rond de 17 euro of zo was het volgens mij. Maar dit is dus pas een maand geleden binnengekomen. En het komt hierin. En ik ga hem nu openmaken. Even kijken. Oeh. Het is echt een super dikke stof. Ik weet niet of je het kan zien. Het is een beetje overbelicht, maar... Wow, en hij lijkt echt vet klein. Kijk, hier moet mijn been in. Maar hij is wel echt super stretch. Maar hij heeft hier dus, wat ik helemaal niet wist, een soort van naald lopen. Ik hoop niet dat dit heel heftig is. Maar hij ziet er wel heel mooi uit. En de top matcht hier dus bij. Dit is de voorkant. En hij heeft hier ook nog van die gaten bij de uiteindes van de mouw waar je vinger erin kan steken. Ik weet niet, ik ben heel benieuwd of ik dit pas. Want het zit een beetje... Het is best wel strak allemaal. Maar als dit past, dan zou dit wel echt vet leuk zijn, denk ik. Oké, ik ga hem passen. Maar in ieder geval, dit waren dus alle items van mijn shopblog. Ik hoop dat jullie het oprecht leuk vonden. Dit is zo lang geleden, het voelt zo raar. Maar ook toch weer heel leuk. Maar ik heb dus ook wel een ideetje voor een volgende video. Omdat ik dus een kitje heb besteld. Wat ik heb gezien op YouTube, waar ik heel benieuwd naar ben of dat überhaupt werkt. Dus die ga ik waarschijnlijk testen in de volgende video. Dus als je benieuwd bent naar die video, druk op abonneren hier beneden en op het belletje hiernaast. Dan krijg je een melding van de video die ik heb gepost. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Als jullie nog vragen hebben, stel ze hieronder. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!